Welkom bij Appartement TV. We zijn in de residentie Segoya in Halle. En ik ga het met Michael Verschuren hebben over projectontwikkeling vandaag de dag in de Westrand van Brussel en misschien nog veel verder. Michael Verschuren, ik denk dat ik geen geheim verklap als ik zeg dat jij een bekende kop bent, zeker in het voetbal. Dat klopt. Een ploeg die Anderlecht heet, geloof ik, en in de Westrand van Brussel actief is. En we zijn hier vandaag in Halle. Dat klopt, ja. Is het zo dat jij hier een thuismatch speelt? Ongeveer, ja. Ik ben geboren in Grimbergen, heb mijn jeugd gespendeerd in Brussel en recent, een twintigtal jaar geleden begonnen met residentiële vastgoedontwikkeling. Met als focus voornamelijk op deze regio, dus het zuiden van Brussel. En we gaan toch wel een beetje buiten Brussel ook, maar wij kijken projecten in Gent, wij zijn bezig met projecten in Antwerpen. Ja, want het is natuurlijk zo dat projectontwikkelaars inderdaad vaak beginnen in hun thuismarkt, omdat je de gevoeligheden kent. Hè. Is er een verschil bijvoorbeeld tussen de Westrand van Brussel of zeg maar iets, en Gent of zo? Heb je daar al bepaalde dingen kunnen vaststellen? Ja, ik denk dat er voornamelijk een verschil is tussen wat ze noemen stedelijk wonen en effectief rond de rand van Brussel wonen. Ja. En je ziet hier wel duidelijk, wij bouwen eigenlijk kwaliteitsvolle appartementen. Wij gaan niet altijd voor de kleine oplossing, wij gaan voor ruimte. Ja. En wij proberen ook zoveel mogelijk mee te denken met de tijd. Ja. Ik denk als je kijkt naar de impact van COVID, mensen werken vandaag veel meer thuis, dus wij denken ook na over, moeten we daar geen extra ruimte voorzien? Moeten we de mensen de mogelijkheid geven om effectief hun leefomgeving aan te passen naar hun werkomgeving? Ja. Ik denk dat we ook een verschuiving zien. Enfin, ik heb daar met de burgemeester van Vilvoorde over gepraat. Mensen die uit het centrum van de stad wegtrekken eventueel naar de rand, omdat ze nu met telecommunicatie kunnen werken. Klopt. Maar dat betekent voor jullie toch een heel aanpassing. Want vroeger was het simpel. 60-plussers gingen naar een appartement. Ja. Hè? En dan gingen ze daar hun laatste dagen doorbrengen. Maar vandaag heb je een veel gevarieerder publiek. Ja, je ziet de trend vandaag in de maatschappij. Enerzijds de oudere mensen die zijn effectief toch wel op een leeftijd. Komen die vaak op een leeftijd dat ze naar appartementen op zoek zijn. Dus dat cliënteel dat blijft. Maar je ziet ook vandaag jongere mensen die de middelen niet hebben in een grote woning te gaan leven. En die moeten dus ook op zoek naar appartementen. Ja. Die jongere mensen die zijn heel vaak heel digitaal geschoold. Dus die moeten effectief met een uitrusting kunnen werken die hun toelaat om hun werk te leveren. En in die context zijn wij eigenlijk innovatief, want wij zijn eigenlijk permanent bezig met innovatie. Niet alleen in de materialen, maar ook voornamelijk in de leefomgeving. Om ervoor te zorgen dat de mensen die bij ons kopen een mix kunnen maken tussen wat ze noemen thuiswonen en effectief ook daar een deel het werk kan leveren. Nu zien we in Vlaanderen ook een enorme shift. 30, 40 jaar geleden werd er veel gebouwd en gerenoveerd met familie, vrienden, die dan in het weekend gingen samen. Vandaag de dag, de jonge generatie heeft niet meer de luxe om die mensen te hebben, blijkbaar. En dat betekent ook dat men meer en meer vraagt naar afgewerkte projecten. Is dat ook iets dat jullie zien? Ja, dat is ook zo effectief. Dus veel mensen, vroeger was het zo dat je heel de focus moest leggen op het opleveren. En nu vandaag effectief is het zo dat de mensen, dat doen wij ook bij Comito. Dus wij hebben teams die gespecialiseerd zijn om die mensen te begeleiden en te helpen om ervoor te zorgen dat alles wordt afgewerkt. Ja. In die context hebben wij ook een soort van modelappartement in onze kantoren in Merchtem, waar de mensen worden op uitgenodigd. En dat we aan de hand dan ook van 3D-visualisaties proberen van die mensen een idee te geven van de leefomgeving. De welke zij dan op termijn zullen krijgen. Want ik hoorde ook van de collega's van jou bij de voorbespreking dat jullie tot en met, uiteraard vloeren, keukens, maar ook schilderen, een hele afwerking, bijna bemeubeld, zou ik zeggen. Ja, dat klopt. Zelfs bemeubeld kan ook eventueel. Ja. Maar door het feit dat we al een heel lange tijd bestaan en wij ook technisch heel goede mensen hebben, hebben wij ook een portfolio van leveranciers waar wij altijd op terugvallen. En die leveranciers beantwoorden zowel naar de prijsgarantie. Want ik denk vandaag in de context van de constante inflatie is het belangrijk dat mensen weten dat de prijs kan vastgehouden worden. En ten tweede, die leveranciers zijn getest op hun kwaliteit en ook op hun flexibiliteit. En ik denk dat dat voornamelijk de droef is bij ons, dat wij weten met welke mensen we werken. En daarnaast hebben we dan nog een technisch departement, dat noemt het bouwteam, waar we echt effectief gaan zorgen dat de kleine problemen die helemaal op het einde nog voorkomen, ook op een korte termijn kunnen worden opgelost. Als mensen nog interesse hebben in jullie bedrijf, waar kunnen ze terecht? Welke website, welke webpagina? De webpagina is een beetje afhankelijk van de projecten. Dus wij projecten realiseren bijvoorbeeld in Halle. Ja. Dan is de website altijd Wonen in Halle of Wonen in Deelbeek. En de groepswebsite is comitogroep.com. Oké. Ik nodig jullie allemaal uit om daar eens een kijkje te gaan nemen. Wij vonden het alleszins interessant. Bedankt dat je hier was, Michael Verschuren. Dank je wel. Volgende keer gaan we het over voetbal hebben. Maar vandaag was het over projectontwikkeling en de afwerking daarvan. Tot binnenkort. Dank je.